Hallo, ik ben Arjan en welkom terug bij Brothers, A Tale of Two Sons. Inmiddels zijn het er niet meer twee, maar één. Want vorige aflevering zagen we hoe, de grotere broer kwam te overlijden door een grote spin. En Nayi, de kleine broer, heeft het overleefd, heeft hem moeten begraven. En is door een vogel, of een, ik denk dat het een griffioen is, hier naartoe gebracht. En nu zijn we hier. En het is allemaal heel triest. We waren op zoek naar het medicijn voor vader. En dat medicijn heeft ook niet kunnen redden, grote broer. Dus het is allemaal heel triest. Maar in ieder geval, ik weet het niet, misschien zit het wel aan het eind en is het een hele korte aflevering. Dat zou heel goed kunnen, maar we komen er vanzelf wel achter. Dat is het huisje waar we waarschijnlijk naartoe gaan. Maar het licht brandt links. Maar het is allemaal al heel verdrietig tot nu toe. Stiekem hoop ik toch nog wel op een happy end. Als het maar niet zo'n Japans sprookje is, want die lopen vaak zo zielig af. Daar moest ik nogal aan denken. Wat is dit dan? Niks. Hij zou moeten zwemmen. Dat durft hij niet echt. Hij durft niet. Dus hoe gaan we dit doen? Hij doet het. Kom op. Ik zou vertellen wat ik moet indrukken. Ik moet de knop van zijn broer indrukken. En daar, nu zwemt hij. Ik denk dat het belangrijk om te weten is. Dus ik gebruik de knop waar ik normaal gesproken zijn broer mee bedien om te zwemmen. Hier waren we in het begin. Ga naar huis. Zo'n onheilspellend gebonk op de achtergrond. Hier is het graf van zijn moeder. Moet er niet zijn. We moeten toch oversteken. Maar die grote hendels, die kon hij niet omhalen. Dat kon alleen zijn broer. En wacht, we kunnen hier ook af. Nee, wacht, die kwamen we vandaan. Wacht even. Dus we hebben geen keuze. We moeten er toch overheen zien te gaan. Maar nu heb ik waarschijnlijk hetzelfde probleem als net. Dus ik hang hem
Hij kan het niet. Als ik de knop van zijn broer nou weer gebruik. Wauw. Wauw, nou hier ook. Hij zelf komt er niet waarschijnlijk. Knop van zijn broer erbij. En het lukt hem, geweldig. Niet je vader ook nog eens, hè? Hai. Dati, Ati, Daba. Abi. Hoe zou het zijn met zijn vader? Het is wel mooi weer nu. Dat dan weer wel. Het is ook heel licht. Zijn vader staat bij het graf van zijn moeder. Gedenkteken van zijn broer. Zo, dit was echt een van de meest mooie verhalen die ik heb mogen spelen in een game. Wauw. Ja, wat moet ik hier nou nog over zeggen? Ik heb het laatste deel in één ruk uitgespeeld. En ik ben echt een beetje stil van hoor zeg. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik denk dat ik de aftiteling even laat aflopen. Laat even weten wat je ervan vond hieronder. Dat zou ik erg kunnen waarderen. En ik ben erg benieuwd namelijk. Ik vond het een prachtig verhaal. Het is niet het happy end geworden waar ik stiekem toch wel een klein beetje op gehoopt had. Maar dat heb ik al snel. Maar misschien is het ook maar gewoon beter zo. Want dit maakt het nog extra krachtig. Ik vind het heel zielig. Maar goed. Bedankt voor het kijken. Duimpjes welkom.
Vertel het door aan iedereen. Dit staat allemaal heel netjes in een playlist. Dus je kunt het zo aan iemand doorgeven. Dat linkje van die playlist. En dan kan je het in één keer allemaal achter elkaar bekijken. Ik ga weer op zoek naar iets anders bijzonders. Bedankt. Bye bye.